welkom bij een nieuwe stream vanuit VU Headquarters. En dit keer gaan we kijken wie mijn pad is. Hey, Justice 2! Welkom bij, kun je even klappen? Dat ben ik niet. Want ik heb wel. En dit keer. Haal de spanning er maar meteen vanaf. In de eerste seconde van deze stream. Hij is sinds vorige week uit en ik merk dat er in Maar aan de andere kant, iedereen vindt het wel hartstikke leuk om naar Marvel Studios films te gaan en om naar Batman vs Superman te gaan. Ik weet niet, echo keer 6. Heb jij toevallig een browsertje aan, meneer van de regie? Een browser aan. Hij echoed echt 6 keer, hoor ik. Jaspolino, om het extra episch te maken. Maakt het dat extra episch of juist extra irritant? Ik snap het laatste. Echt 6 keer, hoor ik. Technische problemen, dit is altijd weer het geval. Terwijl Cheert even gaat kijken wat de problemen zijn, zal ik jullie even laten zien. Want ik was aangenaam verrast. Ik zit de hele tijd mijn save games op te loaden naar de cloud van PlayStation. Om ervoor te zorgen dat ik hier op de redactie mijn save games heb. En dat had ik dit weekend dus niet gedaan. Maar ik zie dat mijn progressie gewoon upgedate is. Dus ik kan jullie allemaal fantastische pakjes laten zien. Want Justice 2 is natuurlijk vooral zo fantastisch. Vergeleken met 1 ook vooral. Omdat de loot in zit. En je kunt allemaal nieuwe pakjes, nieuwe skills en nieuwe buffs voor je superhelden regelen. En dat heeft verstrekkende gevolgen, Cheert. Kijk deze Flash bijvoorbeeld. Dit is een normale outfit. En hoe ziet hij er nu uit? Zo! Holy shit, wat een verschil! Ga je nog eens terug? Oh, maar je wint er dus ook shit mee. Ja, je wint kleurtjes, je wint abilities. Mijn beste character is Superman, omdat ik Mr. Casual ben. In deze gast, die vier de oranje hokjes die je daar ziet, dat zijn allemaal epic uitrustingen. Hij heeft zelfs een metalen baard. Zo zou je het inderdaad kunnen zien. En je ziet, daaronder zie je zelfs nieuwe skills die ik voor hem, die Ground Tremor daar, die je daar ziet staan. Dat is een nieuwe special move die hij nog niet had toen hij begon als level 1 character. En hij heeft ook de maximale level 20. En daar zie je Bizarro's worst, zoals jij het al zo noemde. Dat wapen. Ja, dat is het kleurtje. Dat is de nou ja, ik bedoel, paars met goud is natuurlijk de ultieme kleurencombinatie. Dan wil iedereen erbij lopen. En Ik ben wel een fan van Donatello, die is ook paars. Ik vind paars best wel een coole kleur. Ik vind paars ook een coole kleur, maar in combinatie met goud misschien niet zozeer. Maar in ieder geval, dit is dus mijn allerbeste character, level 20. Ook de enige die nog level 20 is. Mijn ene hoogste character is hier Wonder Woman. Die is level 16, zoals je ziet. En die heeft ook een mooi pakje aan, hoor. Kijk eens aan. Die heeft een wat grotere neus dan die chick van Wonder Woman, de film. Dat heb jij scherp opgemerkt, Jit. Ja, wie is er allemaal in de chat trouwens? Steve Hyrule, die is aanwezig. Jasper Lio is aanwezig. Je boy DVN. Gelukkig is je boy ook aanwezig. De kijkers zijn er nog niet helemaal over uit of dat pak paars of goud is, zegt Jaspelino. Dit is net als met de jurk. Ja, dat was inderdaad de hele dat was de grap. Scherpe verwijzing van Jaspelino. Oké, ik zie hem, dank je mannen. Oh, wat ziet hij? Als ik geen Captain Cold zie, deze stream, kom ik persoonlijk langs. Oh, je bent fan van Captain Cold? Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik niet zozeer. Ik zal je even laten zien hoe mijn Captain Cold is. Yeah. Die is level 2 nog maar. Maar hij heeft wel even serieus, als jij straks tegen mij gaat vechten, dan is het natuurlijk super oneerlijk dat je met je level 20 character tegen mijn level 1 characters gaat spelen. Want je hebt meer strength, meer defense door al die shit. Klopt. Maar ik heb ook erover nagedacht. Ja, zeker heb ik erover nagedacht. Hoe win je deze shit? Het is sowieso oneerlijk, weet je. Dat maakt allemaal niet uit. Het is sowieso onheerlijk, want ik heb al echt wel misschien al wel 40 uur in deze game gestapt. En ook nog honderden uren in de voorganger. Dus als jij mij verslaat, dan moet ik echt moet ik mezelf kapot schamen. Hoewel er wel een paar characters zijn, zoals Scarecrow bijvoorbeeld, ben ik nog level 1. De Joker ben ik nog, die heb ik überhaupt nog nooit aangeraakt. Oh, dat is mijn main in het ene potje wat ik heb gespeeld. Cheetah is volgens mij, die is level 3 al.
Ik heb een paar in ieder geval characters die gewoon heel laag zijn. Dus daar ben ik ook nog niet maar zo Maar zullen we gewoon een potje spelen? Gewoon even voor de fun, hè? Ja, nou dan mag jij kiezen. Moet ik met een laag character of met een hoog character? Nee, je mag nu wel met hoog. Ja? Maar hoe win ik mijn spulletjes, mijn nieuwe equipment? Door dit te doen? Onder andere, ja, zeker. Ja? Dus ik kan nu... Oké, dan is mijn doel om met de Joker echt een vet pakje te verzamelen in deze stream. Wacht. Een versus score je alleen, gaat je level alleen omhoog. Score je geen armor. Dat is jammer. En hoe moet je dan je armor? Dat moet je door de single player te spelen en online te spelen. En dan krijg je allemaal van die lootboxes, van die Overwatch-achtige lootboxes. Oh, kijk dan. Oh. En dan... Dit heb ik al verloren, zie ik. Je hebt al in de Square of... Dat ziet er wel gaaf uit, zegt Diesel88. Ja, daar ben ik het helemaal mee eens. Stinkdeken. Stinkdeken is aanwezig. Wat leuk. die zegt vals spelen. Wel leuk dat jullie in deze enorme heatwave nog de tijd vinden om... Kijk eens, ik zou je meteen al even laten zien. Deze move, je ziet er begint met Wonder Woman heel anders uit. Dus je kunt zelfs bestaande moves aanpassen. Zo leuk is dit, jongen. Och, zo. Ja, dit is echt kansloos hoor. Ik bedoel, het maakt allemaal niet heel veel uit. Oh ja? Ja, kom maar. Hier. Oh, je gaat de hele tijd schieten. Oh, dat is inderdaad een sound tactiek. Daar kan ik echt helemaal niks tegen doen. Kling! Oh, je hebt geen tijd om te niezen hoesten, hè? Het? Zitten letters E en D zitten in je naam, dus op zich is die verwarring. Hier! Een flesje parfum tegen je flikken. Oh shit, die krijg je moeten bouncen. Oh jongen. Klink. Zo'n lekker geluid is dat, hè? Dat klonk. Ik ga je maar even... Oh, super move omhoog. Hopsa! Oh, dat kreeg ik voor Mortal Kombat. Wat? Super move. Hé, hey, het is even de baal. Die is 30 maanden maar liefst is die gesubt. 30 maanden, joh. Er zijn baby's die kleiner zijn dan dat. We vragen straks in plaats van... dollars vragen we Ethereum voor... Ethereum? Wat is dat? Dat is de Bitcoin valuta. Nee, Bitcoin. De Bitcoin valuta? Ja, is niet Bitcoin. Nee, Bitcoin is de valuta van Bitcoin. Ja, dat is een soort van, een soort van digitale currency. Oké. Okay, ik heb je wel gewoon tot het eerste bandje verslagen. Het is helemaal waar. Het is echt helemaal waar. En ik schaam me ook terecht. Kijk hier. Een cryptocurrency. Je krijgt nu credits. Daarmee kun je wel trouwens lootboxes kopen. Ah. Dus als je... Dus uiteindelijk kun Hoezo je... Hoezo krijg jij zo fucking veel credits? En ik voor mijn best wel goede... Ja, dat komt misschien ook omdat mijn character hoog level is, denk ik. Dus dan krijg je ook meer... Ja, dat zou wel eens goed kunnen. Goed, dat was... dat was niet eens zo'n hele goed potje van mij. Ik had je veel harder kunnen verslaan. Maar ik wil altijd dat jij een ander poppetje en dan blijf ik gewoon doorgaan met Joker. Okay. Dan ga ik naar mijn... Want dan kan jij laten zien wat er allemaal is voor smaak. Brainiac heb ik laatst ook met veel plezier mee gespeeld. En check hem dit awesome eruit zien. Brainiac wordt ingesproken door Jeffrey Koons. En die gast, dat is een soort van cult hero. Die gast heeft in Reanimator gespeeld bijvoorbeeld. En ik ben de laatste tijd Star Trek aan het kijken. En die gast die is zo'n beetje elke alien... In Star Trek. Ja, nou ja, hij komt regelmatig langs in Star Trek. Hij is in... Als in de man zelf of in stem? Nee, hij is de man zelf. Als alien. Oké. Okay. En bijvoorbeeld in Star Trek Enterprise is hij een of andere dude met fullspeed op zijn hoofd. Ja, grappig. Star Trek Enterprise? Kunnen Ed en jullie niet joinen en mee vechten? Gabber stream. Ja, Enterprise is de nieuwste serie, zeg maar. Diegene die voor... voor Discovery komt, zeg maar. Oh, jongen.
ben natuurlijk zo'n fanatiekeling die dan heel erg fanatiek wordt. Ja, alleen maar bij mensen die zeggen dat ze 100 keer beter zijn en dat ik geen kans maak. Oh ja, precies. Dan begint het. Oh shit. Ja, hier is het voor je. Hoppa! Dat doe je goed. Je gebruikt dan even de interactieve achtergrond. Altijd mooi. Oh, kut. Ah, ja, lelijk. Oh, nee, wat? Nee. Oh, netjes. Wake up call. Ja, dit is ook zeker niet mijn. Zo. Dat was wel zonde, want het was echt zo'n klein stukje had je nog over. En daar gebruikte ik een hele lompe move voor. Maar goed, ik bedoel. Ik ben er net in. Oh, mis. Komt ie hoor. Ah, dat is mijn. Blok je automatisch. Hey, wat is dit, jong? Ja, dit is mijn super move. Een soort van nu cyborg krijg je army. Echt op je donder. Ah! Vind je niet fijn? Zo, dat gaat echt de helft van je. Ja, ook volgens mij. Oh. Helaas. Hè? Ja, die kreeg ook gewoon blok. Ah! Ah! Het begint nu wel close te worden. Ja, dus dit is ook wel een kerk met heel weinig oefening bij hem gehad. Maar ik vind hem wel vet. Check hem ook vet zijn, joh. Wat een hij baas. Is inderdaad wel cool. Brainiac. In welke comic zit hij? Hij is een van de eerste vijanden van Superman. De old school vijanden van Superman. Hij is een, zoals Lex Luthor? Of is dat weer een new school? Nee, Lex Luthor is ook een van de. Dus misschien wel de allereerste. Dat weet ik niet eens. Volgens mij. Dit is in ieder geval eentje die stamt uit 1958 of zo. Oh, oké. Okay. En Superman die stamt al uit de jaren 40. Dus, even kijken hoor. We gaan. Cheetah, doe eens met Cheetah. Ja, daar ben ik dus echt. Ik zie daar veel streams langskomen die echt super goed zijn. Ja, ik ben daar dus echt helemaal niet goed in. Zij is echt wel een soort van. High level character als in, daar moet je echt wel fucking goed voor zijn om daar goed mee om te kunnen gaan. Ik kan er echt geen fuck mee. Maar dat kost ook wat oefening. Zoals je zag, het is nog maar level 2. Dus, en die gast waar ik tegen speelde, die ontwikkelaar van NetherRealm, die heeft me ook echt volledig afgemaakt met Cheetah. Ja, dat zag ik. Ja. Maar zij heeft. Het is niet erg als dat gebeurt in zo'n gast. Nee, absoluut niet. Maar toch, dat voelde niet fijn. Ja, precies. Ik kan niet zo. Ik vergeet ook haar moves daar tijd. En zij heeft ook echt. Ja. Ah, ik weet het niet meer. Wat is dit? Ze is wel sterk, dus dan kan ik wel dingen naar je gooien. Dat vind ik altijd leuk. En dit is ook zo'n rare move. Dit is gewoon een sprong move en dan doet ze verder geen schade. Oh. Ik ben echt alle moes vergeten. Hoppa. Met je hoofd op de computerconsole. Ja, nu krijg je wel wat hard van. Het hele gebruik van de supermove, je hebt dus die burn meter, die zie je daaronder staan. En dat is, daar kun je eigenlijk zoveel dingen mee doen, dat eigenlijk het gebruik van de supermove. Oh, kut, ik dacht dat ik. Dat die. Oh, dat die gebruik van de supermove eigenlijk best wel zonde is. Maar ja, goed. Ik ben... Ja. Dat is een
vind het sowieso wel een trage gast hoor, die Joker. Ah. Volgens mij is dat ook een andere move dan dat hij standaard is. Harde pushblock into frame advantage reversal hoor, Wouter. Thanks, F de Bijl. Dat was precies ook wat ik deed. Probeerde en zover zo gevorderd ben ik al inderdaad. Zijn er nog baklappen in de house, zegt Demlord. Ik denk dat er zeker... Nee, de baklappen liggen in de vriezer, sorry. Oké. Okay. Als ze dit qua vechten nou samen konden fuseren met de DC-movies, dan zouden ze toch beter kunnen gaan scoren qua rating in vergelijking met Marvel. Ja, ik, Steve Hyrule, ik heb opeens een soort van goed gevoel over Wonder Woman. De eerste volgende DC-film. Er zijn nog best wel veel critics die het gewoon een goede film vinden. Ja, maar dat is dus... sinds 2 weken hebben mensen... hebben een paar critici mochten die film bekijken. 2 weken geleden was dat. En toen mochten ze 1 tweet doen als review, zeg maar. En dat zijn eigenlijk alleen maar enthousiaste geluiden geweest. Allemaal mensen die dachten van... Ah, dit wanneer komt hij eigenlijk in? Juni. Begin juni zelfs al, volgens mij. Dus dat is al bijna. Ik dacht dat hij al bijna in de bioscoop was. Dat hij al gewoon deze week in de bioscoop zou zijn. Nee, maar het is volgende week of over 2 weken. Ik ben zeer benieuwd. Goedemiddag, oh my god, what the fuck barbecue. En hey. Is in de house. Die is ook inmiddels al jaren abonnee bij ons. Oké, okay, dit is mijn main uit deel 1. Dat ruimt. Zoals je ziet heeft hij een mooi nieuw kroontje op zijn hoofd. Onze beste Aquaman. Aquaman heeft er altijd een beetje moeilijk mee, hè, dat niemand hem serieus neemt. Ondertussen is hij een baas to the max. En hij gooit met bam dingen. En dat is mooi. Hier. Oh, die kan ik draaien. Oh, ja, met je irritante giftonnetjes. Hey. Dat is een blokker, ja? Ja, hier ben ik heel vervelend in, want dit is een lange afstandsmannetje. Die hoeft eigenlijk niet eens in de buurt te komen om het af te maken. Wat is dit nou? Het is heel vervelend. Ja, nee, dit is echt het slechtste potje wat ik tot nu toe heb gespeeld. Ja, laat even Deadshot ook... zien, zegt F de Bijl. Oh ja, dat is goed. En, die laat ik wel even zien. Deadshot is een vieze zone en daar heb je inderdaad gelijk in, je boy. De eerste keer dat ik in Injustice 2 en... De eerste keer? Waarom zit je met dat? Nee, vind ik mooi. Waarom? Ben je mij op je kut day? De eerste keer zat ik te Jensen. De eerste keer dat ik een online potje deed in Injustice 2, moest ik meteen tegen Deadshot. En die gast die zat al meteen fucking de hele tijd met zijn pistoletje te schieten. En dan afstand te houden. En toen, weet je, aan het begin weet je nog even niet wat je daar tegen moet doen. Bane? Ja, Bane. Dus, hey, kijk, mijn Deadshot zit er ook al redelijk anders uit dan de standaard Deadshot. Dit is level 4 of zo volgens mij. Voor de duidelijkheid voor Plagues, zegt wie is de baas van jullie twee? Wouter die heeft er 40 uur in zitten en dit zijn letterlijk mijn eerste potjes. Dus het lijkt me duidelijk. Als ik een keertje win, dan mag ik echt keihard juichen. Ja, dan moet ik me kapot schamen gewoon. En dan moet Wouter zich kapot schamen. Ja. Maar ik probeer het even te komen. Maar er zijn natuurlijk... Nou, niks maar. Ik heb gewoon geen excuus. Oh. Even rustig nu. Ja, lekker. Hier, dit is wat ik bedoel met zonen, weet je. Ik kan gewoon deze gast helemaal gewoon... Ik hoef niet eens bij in de buurt komen om die af te maken, precies. Ja, kom maar. Dat trapt hier niet in. Ja, dit was... Oeh, jij hebt juist Bane en die kan alleen maar van dichtbij.
Oh, wow, doe het normaal, joh. Oh, wacht, dit is eigenlijk dit. Oh. Zo, in de fik met jou. Ja, dit is een vele mannetje, hoor, Deadshot. Ik, online, man. Wat een. Echt, als je een echte top mannetje wil zijn, dan moet je deze nemen. En jij hebt ook gehad om te flikken van de vorige beurt aan deze gast. Oh! Wat is dit? Dit is vervelende. Zegt zo van bam. Wouter is al hard genoeg ingemaakt door die andere gast, inderdaad, ja, dat was echt. Character. Ja, je mag af en toe wel, je mag wel in het begin even kijken wat je special moves zijn. Dat vind ik helemaal geen probleem. Dat mag wel. Dat moet ik eigenlijk even doen. Hè? Ik ben... Hier, kijk, zie je, deze is level 5. Krijg maar 50 credits. Dus ik denk echt dat hoe hoger je level is met je character. Dus ik kreeg echt met die andere kreeg je iets van 1500. Ja, maar die was ook al level 15. Dat was mijn Wonder Woman. Ik hou van Wonder Woman. Hè. Wonder Woman en ik. Wij go zijn, way back. Ik was een... Black Adam? Ja. Adam? Wat is dat nou weer voor een naam voor een superheld of een supervillain? Ja, Adam. Dit is DC voor je. Check deze. Check dit verschil, hè. Dit is de gewone Blue Beetle. En dit is mijn Blue Beetle. Bam! Een soort van fucking Power Rangers tot max. Dit is geen Blue meer, inderdaad. Gewoon. Dit is sowieso een ander kleurtje, maar check die helm awesome zijn. Deze is ook trouwens cool, trouwens, die Blue Beetle. Een soort van... Het lijkt heel erg op Cyborg, die al in het vorige deel erin zit. Alleen dan even wat cooler. En moet je nou zien wat de fucking... Ik vind die armen zo bruut. Ze hebben ook het zich niet makkelijk van afgemaakt. Zo van, we doen even een paar kuthelmpjes erbij. Een Duitse brandweerhelm en dan zijn we wel weer klaar. Het ziet echt. Maar is het wel een beetje according to comics en dingen? Of is het gewoon echt puur? Er zit, je kan bijvoorbeeld van Robin kan je Nightwing maken. Dus dan moet je alle loot voor hem verzamelen. En dan is hij Nightwing. Hetzelfde geldt voor Supergirl. Daar kun je Power Girl van maken. Door de juiste loot te verzamelen. Maar de rest is allemaal gewoon hun vrije interpretatie van... Misschien vast wel af en toe gebaseerd op bepaalde comics en hun artiesten. Maar er zijn heel veel dingen die ze zelf verzonnen hebben. Gaat dit een lange stream worden of gaat een van jullie zo met zijn controle gooien? Denk jij, voel jij dat het eraan zit te komen? Het smijten met controles? Of? Nee. Nee? Je blijft wel cool gewoon. Oh ja, je hebt je al je even in de boel gekeken. Oh. Die kan heel droog aanrollen zo. Ja, die kunnen ze ook wel vervelend zijn. Hey, wat is dit nou? Ik deed toch een echt een dikke move. Precies als Ant-Man. Wat is er nou zo tof aan een kever? Hoppa! Eeuw! Dit is de top van een kever. Bam, bam. Boom! Fucking mest kever, man. Oké, we gaan een rematch doen. Deze dezelfde characters? Oké. Check hem cool. Ja, als ik ergens goed beter in wil worden, dan misschien toch maar. Ik mag gewoon een andere character nemen, toch? Oké. Okay. Ik wil gewoon naar iedereen langs gaan. Supergirl, Power Girl, wow, wat een originele naam weer. Ja, dat is DC voor je. Nou, ja, Beetle Man, dat is toch ook wel... Beetle Man? Die bestaat nee, niet. Is dat niet?
Heb je ook de mobiele versie gespeeld van Injustice 2? Supergamer 5698. Ik zou jou even een interessant verhaal vertellen over de mobiele versie van Injustice. Ik heb namelijk de vorige mobiele versie van Injustice helemaal de tyfus gespeeld. Misschien wel honderden uren. En toen kwam er een goede dag dat al die kutkaartjes die ik had verzameld voor die game, al mijn progressie, alles was gewoon verdwenen in de fucking cloud. Alles was weg. Ik heb me meerdere keren heb ik gemaild naar de service lui. Ik heb ze zelfs gebeld. Ik heb ze gedreigd. Ik ben helemaal fucking pissed geworden. Je hebt ze gedreigd. Bedreigd. Oh, echt. En, maar nee, mijn progressie kwam niet terug. Dus ik ga niet meer die mobiele versie aan raken van games van Warner Brothers. Want voordat je het weet ben je fucking progressie kwijt. Dat is echt misschien wel honderden uren. Zo super pijnlijk. Ik bedoel, ik vind geld vind ik nog tot de dame toe. Maar al die tijd, jongen. Weet je hoeveel tijd ik daarin heb gestopt? Elke keer dat ik ging kakken, zette ik die game aan. En elke keer als ik in de trein zat en wanneer dan ook, waar dan ook, is echt zoveel tijd. Allemaal verloren. Dus nee, ik heb de Injustice 2. Misschien dat ik hem even ga downloaden voor de. Want je krijgt wat. Hoe heet dat? Je krijgt wat beloningen als je hem. Als je hem installeert. In deze game, zeg maar. Dus misschien dat ik hem even ga installeren alleen. Maar hell no dat ik er weer allemaal tijd in. Oh ja, ik was even vergeten hoe die. Bam! Ik wilde het net op het goede moment doen, maar ik deed het altijd op het verkeerde moment. Hoppa. Oeh, daar was ik even mijn power move kwijt. Captain Cold! Captain Cold is aan de beurt geweest, je boy. Ik heb het koud gemaakt. Fighters hebben voor mij altijd een soort van epicness inflatie. Als je iemand letterlijk naar de zon toe vliegt en dan zo hard in elkaar ramt dat hij terug naar de aarde vliegt, dan zijn er nog weinig overstijgende trappen. Ja, maar dat gebeurt ook eigenlijk alleen maar in Injustice. Ik heb dan hoewel, in sommige Japanse games, in Dragon Ball gaat wat dat betreft ook wel redelijk ver. Er worden ook wel mensen door fucking bergen heen gemapt. Firestorm, daar wil ik een keer mee even. Check hoor, deze ziet er ook weer anders uit. Boom. Cheetah. Ik ga nu met Cheetah. Dat vind ik wel een coole naam. Deadshot vind ik ook een coole naam. Poison Ivy ook een coole naam. Oh, misschien moet ik maar even met Poison Ivy. Mijn Poison Ivy ziet er ook heel anders uit. Beetlejuice. Hier, check haar nou. Nou, ik ben niet zo goed in Poison Ivy. Ja, dat is geen probleem. Nee, oké, we gaan even met Poison Ivy. Ik vind haar basic moves een beetje moeilijk. Ik kan slecht dingen chainen met haar basic moves. Wat vinden jullie van Devolver Games, zegt Benji Baxkens. Dat is een hele grote algemene vraag, maar zij zijn best wel goed bezig de laatste tijd. Ik kom best wel leuke dingen. Waar zijn ze er van? Van Hotline Miami bijvoorbeeld. Oh, ja. Van, dat was een soort van spin-off. Een rip-off meer. Mr. Shifty. Oh ja, dat lijkt er een beetje. Rip-off. Dat is een beetje overdreven misschien. Maar inderdaad, die. Oh kut, ja, deze. Deze heeft ook een moveje hier, deze hier. Kom maar in de buurt. Kom maar, kom maar. Kom maar, kom maar, Cheetah. Kom maar! Oh. Nee, ik zit even oefenen. Nou, wacht. Dan gaan we even. Je mag wel even kijken wat voor moves je hebt, dat is geen probleem. Ja, ga ik even doen. Deadly Hook. Ja, die Savage, dit is het ding, hè? Die Savage Ambush van haar, die kun je dus alleen maar als ik buk, kun je die doen. Oh. Dus dat is al lastig. Die Blood Lunge daar onderin, yeah. Dat is een enorme sprong. Maar als je dan op iemand terechtkomt, dan komt er geen move. Dus het is alleen maar een manier om je snel te verplaatsen. Is super handig als je fucking goed bent, absoluut. Maar voor een noob heb je er niet zoveel aan. Ja. Heb je die Predator Pounce, die is wel handig. Dat is in de lucht. In Primal Rage, wat was dat ook alweer? Dat is volgens mij ook nogal handig. En die Deadly Hook is dan alweer 4 knopjes. En daar word ik alweer een beetje zenuwachtig van. Ik ga hem proberen. Dit nou, joh. Dat is mijn pet. Dat is toch cool? Dit moet te lang. Wacht even hoor, wat kan ik nog doen? Kom aan! Deze heeft een enorme reach.
Maar ik kan niet verplaatsen. Dus deze move hier, zolang ik deze knot in mijn hand heb, kan ik niet bewegen. Oh shit. Ja hoor. Nee hoor. Ja hoor. Oh ja, dat was goed. Ah, die is ook goed. Oh, bijna. Ik probeer een level transition te doen. Maar in die stekel staan daar. Oh ja, je hebt me. Maar goed, dat is wel een beetje jammer, want ik heb nog mijn helft. Ja, takkenwijf is kattenfruitje. Draagt poison ivy nou hakken? Klopt. Is niet heel praktisch. Nee, dat klopt. Hakkenbrek. Er wordt ook nog een grapje over gemaakt. Nou, niet wat terug poison ivy, maar over Black Canary. Volgens mij is Green Arrow dat die. Nou, iemand, of Green Mountain, ik weet niet. Iemand die maakt een grapje over van, hey, we hadden het erover. En het is toch niet heel praktisch dat je visnet kousen draagt tijdens het vechten. Wel. Ja! Dat was eigenlijk best wel een slecht verhaal. Hier, gaan we daar mee. Zie, voel je dat? Die doorns? Ga er maar even staan. Kom. Ga maar in de doorns staan. Man. Kid, gebruik je special move. Laat maar. Goeie tip wel. Thanks, Supergamer. Ja, ik deed het toch? Misschien noem je het nou Noob? Nee. Ik hoop dat Droom. Ik deed het net en toen. Ik deed het waarschijnlijk net toen hij het zei. Deze krijgt ook maar 50 credits. Oh, die wel level 5. Dinges is. Volgens mij ook als je zeg maar allemaal, als je een supermove gebruikt, krijg je meer geld. Als je iemand flawless afmaakt, dan krijg je meer geld. Ik vind het zo Wonder Woman. Ik hou zo van dit spelletje. Even kijken hoor, wie. Oh ja, Swarm Thing. Daar ben ik nog steeds niet heel goed in. Nog maar level 3. Maar check hem als eruit die Jack. I think I love you. Oh ja, hij heeft een soort van die. Die Finn van. Ja, die van Yondu. Ja. Ja, ik hou ervan. Kleding is even goed niet praktisch tijdens gevechten. Dat geeft je tegenstander veel begrip. Dat levert kijk maar naar judo. Bijna het enige. Nou ja, daar heb je het wel nodig, want anders kun je überhaupt geen worpen doen. Dan moet je nog maar eens een piemel grijpen. Maar dat levert interessante visuele beelden bij mij op, trouwens. Visuele beelden. Weet je, dat is niet dubbel op verder. Wonder Woman in Manaki. Hier, die krijg je. Hier, die krijg je ook. En deze, die krijg je ook. Hé, wat is dit? Okay. Oh ja, dat is wel goed. Oh ja, die is lastig. Hij trapt een boomstam mee. Toe. Ja, die komt van onderen. Huh? Ja, daar kun je alleen voor springen. Dus elke supermoes is ook weer anders. Ah, die is pijnlijk. Bam! Oh, net niet! Maar nu wel. Ja, en die blokt ik ook nog. Sinds wanneer kan Groot praten? Ja, deze lijkt me inderdaad wel veel Groot. Ja. Dat viel me ook wel op. Maar dat is niet toevallig, want het bestaat bijna. Of niet toevallig. Bam. Dat bestaat bijna geen. Misschien familie. Ja, zeker. Dat is een verre neef van een ander universum. Die check hem al cool lopen. Hij loopt echt als een fucking baas. Oh ja, dat is. Rondje is je special power, hè? Je character power. Als ik op een rondje druk, doet hij niks. Nee, omdat je die net gebruikt hebt. Ja, hij is nu aan. Dat is wel deze move. Ah, die is heel lastig.
die moet precies op een goede afstand nu zijn. Want deze. Oh, hier zie je dat. Ik ben zo te ver. Ik ben zo te dicht. Ja! Zo. Floris, jij bent echt een loser, zegt één Nero. ze hebben bij mij ook heel veel grip zonder kleren. Kijk eens, jongens. Oh. Het gesprek wordt sexy, ik snap het wel. Even de Bijl die ging vandaag naar Den Haag om mijn visum aan te vragen. Niet mijn visum, zijn visum aan te vragen voor China. Is hij zijn paspoort vergeten? Dat is echt fucking dom, inderdaad. Hij gaat dus op trip voor ons naar China. Shanghai toch? Of niet? Ja, en naar Taiwan en naar China. Dat is insane, maar goed, jaloers. Anyway. Maak je trouwens klaar voor een enorme. Ik bedoel, ik ben in China geweest en dat is de enige plek op de wereld waar ik tot nu toe ben geweest waar ik een soort van culture shock had. Er zijn het echt assholes, toch? Mensen die geld hebben, die zijn echt assholes daar. Het is een andere cultuur en als westerling om te zeggen van nou, dat is een kutcultuur, dat is natuurlijk een beetje niet oké. Okay. Maar het is gewoon heel anders dan hoe wij zijn. Ze doen niet aan rijden bijvoorbeeld, is ook zoiets. Een rij voor een winkel, een soort van, sommige Chinezen die gaan gewoon voorin. Van, hey, fuck you met je rij, dat is een westers ding. Maar als ze iedereen dat heel doet, veel, ja, dan wordt het chaos, ja, dat is het ook wel een beetje. En ze rochelen heel veel en ze hebben een gat in de grond en dat is een play op heel veel plekken. En het is gewoon heel anders, maar het is wel echt een super bijzonder land. Dus, en Taiwan is dan weer eigenlijk een eigen staat natuurlijk, dat is dan weer helemaal een ander verhaal. Ik ben heel benieuwd hoe het daar is, Floris de Bijl. Maar moet je wel zorgen dat je natuurlijk je fucking paspoort bij je hebt. Want het duurt wel even voor zo'n visum geregeld is. Dus ga die shit regelen, Floris. Holy shit, man. Oh, oh ja, de eerste hit. Zie je, dan heb je meteen een stuk van je burn hier. Zie je dat? Oh ja, Robin is wel een goede move, trouwens. Ah ja, doe maar. Kijk uit! Goed zo. Dat was de meeste controle die ik heb. Come on! Oké. Ik moet het lukste. Oh! Oh, mijn slider was niet ver genoeg. Ah, oh, weer niet. Dat was al flink, hè? Wat? Je had in één keer echt een super dik stuk. Ja, dat was een burn in move. Als je specials, die kun je extra pittig maken door bam dit te doen. En dan dat is je R2 in te drukken. En op het einde, meestal, skill per move een beetje. En dan doe je extra power, maar het kost je wel een stuk van je burn hier. Oh, okay. Dus jij hebt je minimum vol, dus als jij een keer een special doet en dan op het einde naar R2 indrukt, dan heb jij een extra kracht. En dat, die is zo fijn. Een beetje controle aan gegooid. Green Arrow is ook wel chill. En die was er ook in het vorige deel. Nu ben ik toch wel nieuwsgierig waarom verwarren jullie China niet met Japan. In China was gamen tot een paar jaar geleden verboden. Nee, wij verwarren. Nee, dit gaat over hardware. Dit is een hardware tripje. Dus dit gaat. Nee, er zitten weinig interessante ontwikkelaars voor ons in China, inderdaad. Maar er zit heel veel free-to-play shit. We hadden laatst ook een Call of Duty free-to-play ding. En dan hadden ze dus, dat is echt heel bizar. Oh ja, die hadden speciaal voor China gemaakt. Ja, die hebben dus gespeeld en die hadden ze dus meerdere Call of Duty's door elkaar gehusseld. Ja. Ook maps en classes en dat soort shit. Dat is best wel weird. Maar Black Adam, de meest stomme naam ooit. Ik ga er maar eens mee spelen. De Chinese markt wordt steeds interessanter.
Hier, check mijn, mijn Supergirl. Die vond ik nog niet heel mooi eruit zien, maar ze ziet er wel heel anders uit. Supergirl. Ja, ik ben... Supergirl. Er komt ook een film van, of niet? Nee, Batgirl komt een film van. Fighters approaching Red Sun Prison. Ja, zeker. En er is ook een Batwoman. Er is een hele Bat Family. Er is Nightwing, er is Robin, er is Batgirl, er is Batwoman, er is Batman, er is... Maar is Batwoman ook de vrouw van Batman? Nee. Sterker nog, zij is lesbisch. No, Adam, they'd be free. Maar dan is het geen family. Zij is volgens mij de eerste vrouwelijke character die de eerste vrouwelijke character die met een andere vrouw trouwde in een comic. Now apologize. Oh, Black Adam die kan wel wat. Die kan een... Doe eens niet, joh. Ik wil net even, ik wil mijn glimmende bal even weg. Oh, kut, bijna flawless. Ik moet mijn plezier halen uit de kleine... Hier, zou je even mijn bad breath in je gezicht blazen? Ik heb heel veel koffie gehad vandaag, man. Hé, hey, wat deed ik nou? Ik had echt een soort van ballen... Dat is altijd leuk. Oh. Ik moet even de mensen die supermoves laten zien, shit. Hier. What the fuck? Cool. Oei! Nee. Ja, en dan dit ook doen. Nee, je moet echt de mensen dat supermoed laten zien en dan gaan we een beetje dat doen. Hier. Oeh. Wat is dit eigenlijk voor guy? Black Adam. Black Adam is de. Ja, dat is eigenlijk de grote vijand van Shazam. Shazam zit niet meer in deze game, zat wel in de vorige. Dat is, dat is iemand die altijd weet welk liedje er wordt gespeeld. dat is zijn power. Oh, dit is... dit is de Nomad met Jakker Lelo. Who the fuck weet jij? Ik ben Shazam. Ja, het ding was, hij heette vroeger Captain Marvel. Maar omdat Marvel op een gegeven moment ook een Captain Marvel had, hebben ze volgens mij maar veranderd in Shazam. Omdat hij altijd Shazam zei, altijd zijn power. Nou, anyway, gewoon vooral. Ja, hij heeft er iets mee te maken. Ik weet niet precies of het zo gegaan is, maar... even kijken hoor, wie hebben we nog meer? Batman hebben we nog niet gezien. Ja, ik vind Atrocious. Oh, Atrocious is ook wel vet. Mijn Batman vind ik niet zo heel boeiend. Check. Ja, daar gaat het toch helemaal niet om? Of wel? Ja! Het gaat dus echt om... Hier. Steekje. Oeh, Batman tegen Joker, dat is ja, wel een episch gevecht. Ja, dat is een mooie stand-up. Fighters approaching Slaughter Swamp. Google. Tekken vinden ze sneller. Ja, nee, maar over die animatie gesproken. Ik had Samuel, die stuurde mijn laatste video op van iemand die terecht opmerkte dat NetherRealm games qua animaties toch niet heel erg on point zijn. En vooral, ze namen vooral als voorbeeld Mortal Kombat X. En die hebben ook inderdaad een aantal super weirde animaties. Echt dat je denkt, waarom? Wat de fuck is dat? Dat ziet er echt niet heel erg mooi uit. Wat doet hij daar? Die. Hier, dan gaat hij een beetje staan zweren en zwetsen. Ja, ik weet niet wat die vermoed dat is. Dus zoals ik al zei, ik heb Joker letterlijk de enige character die ik nog nooit mee gespeeld heb. Ik weet niet waarom. Ik vind het wel grappig om eentje te hebben en dan nooit gespeeld. Holy shit. Oeh, dat was een goed idee om te spinnen. Ik heb het gewoon zo iets. Die ding is naar boven deed. Dat is jammer. Hier, check, dit is ook leuk. Kom maar. Hè? Huh? Ik kwam er niet eens op. Oh, het is not funny. Oh, sorry. Sorry, Batman. Mijn character zegt hij maar dat ik niet moet lachen. Dit is trouwens ook leuk. Hier is het weer. Nee, deze ook niet. Nee, ook niet zo. Nee. Oh ja, zo. Kom, sla mij. Nee, sla mij. Ja! Oh, huh? Dat werkt dus niet. Sla mij! Ah! What the fuck? Je hebt zo'n move dat je... Nou goed. Hmm. Nou.
Ik hou dat nou. Nee, dat had het niet, maar ja, ik was al beu voordat ik een super noob kon inzetten. Is er iemand die jou kan verslaan? Ik vergeet altijd wat GG betekent. Good game. Oh ja, tuurlijk. Ik denk al, shit. Ik had nu iets anders in je hoofd moeten planten. Dat je voor altijd dacht dat het good golly of zo zou zijn. Ik vergeet al. Good job is denk ik altijd aan. En GLHF? GLHF. Geen idee. Hey, kijk eens aan. Dat is Dennis Mons. Dennis, jij mag nu worden afgemaakt door Wouter. Ja, dat is een leuke zin. Wat fijn. Ik heb dit spel namelijk nog nooit gespeeld, dat weten jullie. Ja, maar jij hebt het nog nooit. Jij hebt wel verstand van... Wacht nou, als ik nou eerst tegen Dennis speel. Ja, prima, dan kan ik even pissen en de koffie halen. Ja, dat vind ik een goede motivatie. Wel voorzichtig met mijn account, alsjeblieft. Behandelen met liefde. Oh god. De Flash. Ik ga gewoon maar met soeps, jongens. Kijk dan. Kijk, kan je het laten zien, hè? Hoe kan ik... Ja. Dit is hoe de Flash er normaal uitziet. Ja. Maar nu? Een witte Flash. Dat kan je dus... Dat kun je dus hoe maak ik dan een ander outfit? Ja, jij kan niet. Omdat dit... iemand anders account is en die is nog op alles level 1. Wat een sukkel. Ja. Dus jij wil met Superman? Ja hoor, ik ga met Superman. Wat is jouw ervaring met fighting games überhaupt? Oh, best wel goed. Vanaf de tijden van de eerste Street Fighter. Dead or Alive vond ik wel heel vet om te spelen. Soul Calibur vind ik vet. Soul Strength! Ja, vet. Tekken, not so much. Vond ik een beetje te serious. Weet je, meer van de button bash games. Oké. Dus dan waarschijnlijk ga je dan ook nog van me winnen. Nou, dat is niet beter met zo'n man. Ik op verdediging. Oh, ik vind dit wel een fijne karakter eigenlijk. Ja, dat is spannend. Hè? Hoe blok ik? Gewoon achterlopen, ja. Volgens mij. Tenminste, zo heb ik dat altijd geprobeerd. Hey, kom op zeg, subs. Wat een klote move. Oh, yeah. Wat een klote move heeft dat Marke van jou ook. Oeh, fuck. En jij dan? Wat is dit? Oh, spannend. Ze zijn alle twee wel heel erg slecht, zeg. Oh, kut. Dit is zo zonde. Oh. Hij heeft even een broodje op. Fuck, heet die daar? Heb je altijd zo'n hoofd als je kijkt? Ja, dit klopt. Dat heet hyperconcentratie, heet dat. Hé, kak! Kom op nou! Oeh, er wordt per ongeluk een special move uitgetoverd. Inderdaad, super per ongeluk. Oh, dat je nog een keer. Twee keer trigger, dan heb je een special. Twee keer trigger? Beide triggers, toch? Dat is toch een special, of niet? Ja, beide triggers toch leuk. Oh, fuck. Hier. Hey, waarom? Maak die je dood door je enkels kapot te schoppen. Zo doen we dat dus, mensen. Ik ben echt heel genadeloos afgemaakt. Dat doe ik nu een beetje cool. Het is ook echt shameful slecht gewoon, man. Maar ik heb het echt nog nooit aangeraakt, dus dat is wel echt... Oké, we gaan nog een potje doen. Oké. Weet je wat de beste tactiek is? Nou? Je neemt je gezicht, druk je controller zo erop, en dan doe je controller zo, broep. De controller motorboot. Waarom? Dat is de face roll. Dat is een hele goede tactiek. Rematch of andere fighter? Andere fighter. Ik wil even kijken of ik met iemand anders minder zak. Ja, oké, even andere fighter. Was je met Superman? Ja, man. Superman is mijn main. Moet je wel even aanklikken. Oh, sorry. Oh, ik heb op rematch gedrukt. Nee, dit maakt niet uit. Oh. Mijn wil is wet. Green Lantern. Hij heeft ook letterlijk een lantaarn vast. Er zijn ook heel veel... Ik heb die film ook gezien van Green Lantern. Die was echt
Die was echt heel slecht. Ja, wat dacht jij dan? Daarom vind ik het ook zo grappig dat dat hij grappen erover maakt in Deadpool. Oh, wat zegt hij dan ook alweer? Nee, ik zit, er wordt aan gerefereerd. Oh ja, die zoiets van, krijgt hij die suit of zo? As long as it is not a green suit, zoiets. Yeah. Yeah. A green CGI suit, volgens mij was dat het. Yeah. Heerlijk. Ryan Reynolds. Reynolds. Iemand zegt, mons met petje bij Game Kings, mons zonder petje bij Pew. Mons zonder shirt bij Playboy. Ja, uitstekend. Oh ja, yeah, sorry. Dat deed ik niet met opzicht. Hé, kom op zeg, jongen. Yo, ik slinger bijna een krokodil tegen je bek. Hoe dan? Toen poink, 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 poink. Dit is wel echt de oldschool bad guy van Superman, hè? Is ja. In 1958, geloof ik. Het zou heel goed kunnen, ik heb geen idee. Jij hebt toch wel een beetje verstand van comics, mond. Ja, maar niet zo heel veel van DC. Ik vind DC oké hoor, en ik lees heel graag Vertigo comics. Ja, nee, ja. Marvel, vooral Marvel. En veel Image. Ja, oh, Image zijn ook en Dark Horse ook. Dark Horse is meestal van bestaande franchises, toch? Ja, klopt. Oh, dat was een special movie, dat gebeurde. Brainiac is baas, jongens. Wat een baas. Hey, Tjer, heb je niet mijn speciale pakje gekozen? Het is knap pittig hoor, dit. Knap pittig, denk ik. Hey, kop. Ik ga echt hardcore oefenen op dit soort hoeplaan. Want als ik elke keer als ik aanschuif zo een pak slaag krijg, dan is de lol te snel af. Ja, vind ik ook. Oh, je wordt geplet door. Wat is dit? Een dan? Soort Jezus. Van hologrammen robot. Dang! Met mijn hoofd. Ik hoor hem. Oh. Wat is dit voor achterlijke rommel? Je kan het ook, hè? Met, als je beide triggers tegelijkertijd in doet. Ja, doe het nu, man. Doe het nu. Nee, nu. Ja, ik heb wel. Nee, zonder. Wat? Ja, je deed het nu, maar hij was aan het einde van zijn helmbar, dus je deed heel weinig schade. Oh, dat is jammer. En ik maakte hem niet af en dat was al meteen dood. Oeh, lekker! Hopsa, hier! Weet jij wie Jeffrey Combs is, de mons? Jeffrey Combs, die klinkt bekend. Heb je reanimated gezien? Ja. Dat is de hoofdrolspeler van Reanimator. Oh, wauw zeg. En hij doet de stem van deze knakker hier. No shit. Ja. Dat is wel handig. Enorm! Hou eens op, man! Weet je, de WWE move als dat superhelden waren geweest. Het is toch geen finish? Het zijn een soort van superhelden. Ja, ik heb er nu alweer genoeg van natuurlijk, van al dat kontschop. Laten mij maar even mons kunnen schoppen. God. Ik ben nog helemaal niet. Even kijken, wie zegt er nog? Pervers genoeg is het van. Nero die zegt, as long as the superhero suit isn't green, or animated. Ja, precies. Oh ja, dat was het. Ja, nice. Veel plezier. Dank je, Nero. Laat je. Wil je nog wat drinken of niet? Doe maar een watertje. Is zit er nog wat in of niet? Nee, hij is leeg. Nou ja, zo goed als. Hoi! Hey! Mons, dit is de eerste keer dat ik jou met jou een stream doe. Dit is de eerste keer dat ik ooit tegen jou game, volgens mij. Ja, nou, wel zal wel een keer op een eventje gebeurd zijn. Ja, weet ik niet hoor. Nee, maar meestal is dat namelijk omdat we dan niet meer weten dat wat er gebeurt op een eventje. We willen even op kruisje drukken. Oh, kruisje! Ja. Ah, kijk eens aan! Ik heb kruisje drukt. En dan ga ik nu even met Superman. Want mijn Superman, jongen, dat is de mooiste Superman die je ooit hebt gezien. Nee, maar Superman die is maar level 1 toch hier, of wat? Nee, mijn Superman is level 20. Check hem uit! Wat een baas! Paars met goud! Oh, wat lelijk! Hij heeft allemaal epics aan. Waarom ziet hij eruit als Ozymand Diaz? Ja, daar lijkt hij wel een beetje op, inderdaad. Ja, nou, hoezo, dat is toch een baas? Ja, dat is wel waar. Superman. Check hem! Kom op. Ik bedoel, hoe verander ik de kleurtjes? Ja, dat niet. Dat kan niet. Ja, jij hebt een schoon account, dus daar is helemaal geen gekke dingen mee gebeurd. Oké, let's try and check. Waar ben je naartoe? We zijn volgens mij nog niet in de Batman's cave geweest. Dat zou heel goed kunnen. Gotham City Batcave, ja, die. Hoppa. Want dat is dat maar altijd... doe eens even een samenvatting van die controls. Ja, dit is een heavy aanval. Ja. Dit is een light aanval. Ja. Dit is een medium aanval. Dit is je character power, het rondje. Ja.
En in jouw geval, jij bent Harley Quinn, dan stuur je twee hyena's. Des, nou, één of twee hyena's om. Oké, maar moet je daarvoor gecharged zijn of zo? Ja, oké. Okay. Dan loopt een metertje onderin, dat zie je zo wel. Kijk, dit is druk het, uitleg. Druk het nu. Hier, daar komen ze aan. Oh, je deed er maar één. Hm? Hoe deed je dat? Oh, je drukt dus ergens anders op. Druk alleen op rondje. Ja. Oké. Okay. Oh, dat is zo'n weird ass shit. Nou goed. Dit voor mij is, dan word ik extra powerful. Dat is heel vaak zo. Bam. Yeah. Oh, jij bent er zo eentje. Jij gaat dingen uitleggen terwijl je... Nou, ik bedoel, we moeten toch wel een beetje bezig blijven. Hoi. Ik vind dat altijd leuk, man. Pokken. Dat vind jij. Oeh, dat is wel een goeie. Je gooide me daar iedereen en hoe heet dat? Interaction met de omgeving. Je gooide me daar tegen het vliegscherm aan. Dat is leuk. Dat is leuk om gevoel te doen. Deze Harley Quinn is inderdaad ideaal om lekker. Lekker hectisch mee te battenbashen. Ja, als je daar namelijk. Poink. Drie keer een knop in druk, dan rolt ze er wel de moves eruit. Dat is geen probleem. Maar ondertussen zal ik even. Dit doen. En even jou een beetje. Even slaan. Oh, kut. Dat is een fout. Dat blokken, dat gaat niet echt lekker. Oh, ik wil jou even. Ja, oh nee, kut. Oh, dat kan niet. Ik wilde. Je kunt vijanden naar een ander level van het level slaan. Als je het gewoon niet doet. Oh, je hebt me. Lekker. Kijk, er komen die jeders aan. Hier. Oh, daar zijn de twee. Wat lachen. Bam. Hoppa. Op je bakkes. Heb je me toch even te pakken daar, hè? Oh. Never give up, never surrender. Oh. Ah, jongens. Ik heb allemaal zweetpoten, mensen. God almachtig. Ik ben in ieder geval blij dat je je bed doet. Ja. Het is hier ook heel warm. Aircootje zou geen overbodig luxe zijn. Je wordt vrij regelmatig. Wie is die man naast Wouter eigenlijk? Vraagt Demlord. Die facial animations zijn vet, hè, Nero. Inderdaad, jongens. Ze zijn echt fucking on point. Deze facial animations. Ik heb misschien wel een van de beste die ooit heb gezien op L.A. Noir of en voor een fighting game is dat toch wel redelijk bijzonder. Zo van, hey, wij hebben een fighting game en we gaan vet hard ons best doen op hun gezichten. Ja, dat vind ik eigenlijk wel logisch. Ja, ik ook wel, want de characters zijn heel super belangrijk. Ja. Hoeveel controllers heb je al verslonden in Injustice 2 afgelopen week, Wouter? Nou, ik moet zeggen dat ik nu iets van 4 controllers thuis heb liggen en die zijn allemaal een beetje matigjes geworden. Ja? Door al dat gerag. Ja? Ja, ik ben niet, ik vind geen ene is meer echt soepel. Nou, wees blij dat we niet meer in die tijd leven, zoals de N64 controle. Die was met die pookjes die je gewoon helemaal naar de ramptafels draaide als je Mario Party ging spelen en zo. Ja. Dat die letterlijk gewoon de poker af loskwam. En deze ook hoor, als je. Deze kreunt ook net even te veel of zo. Ja. Gaat toch ook nog steeds best wel snel, want ze moeten ook wat doorstaan, die controles. Cheered heeft ook een tattoo, een enorm unicorn. Op zijn rechterbil. Is dat zo? Ja. Is dat echt zo? Nee. Dat dacht ik al. Nou ja, het zou kunnen. Hij is gek genoeg ervoor. En heel geil makkel zegt dat ik Ed op mijn borst getatoeëerd heb. Nee, dat is niet waar. Maar ik ben nog altijd heel hard aan het nadenken over een tattoo. En ik wil er nog steeds één. Alleen ik kan moeilijk grote levensbeslissingen maken. Je hoeft ook niet meteen met een hele lap inkt te gaan beginnen. Nee, dat weet ik. Maar een kleintje vind ik nog moeilijker. Om een goede kleine dat te beginnen. Dat is wel waar. Weet je ook al een plek? Ik wil eigenlijk hier het liefst. Ja, dat is wel mooi. Lekker gevoelig ook. Ja. Precies, dan ben je meteen goed geïntroduceerd, toch? Ja, wie is Blauwe Beetle nou weer? Blauw, oeh, die is awesome. Ja, is die awesome? Laten we die eens proberen. Blue Beetle is fantastisch. Ik ben fan van hem. Die heb ik nog niet gehad. Ik heb Black Canary nog niet gehad. En mijn versie van Black Canary is een stuk minder black. Kijk, je moet gewoon twee kerstjes nemen eraan. Kerstjes? Ja, dat. Oh. Jesperlina die vindt dat een goed idee. En je lies. Dat is echt. Zo die kerstjes zo. Hier zo, weet je wel. Ja, dat is wel inderdaad.
Dan heb ik een soort van vier ballen heb ik dan. Ja. Gewoon twee kerstjes. Gewoon. Dat is wel het mannelijkste waar ik me kan verzinnen, inderdaad. Ik heb ook een hele vette tattoo op mijn been laten zetten. Oh ja? Ja. Ja, heb je nog wel veel plekjes over? Ja. Ik laat hem je zo zien. Ik denk dat je hem qua humor wel kan waarderen. Ik ga echt heel erg proberen om allemaal grabs op jou te doen. Maar ik weet niet. Ja. Slaan me! Hoe grab ik dan? Shit! Nee. Ik wil dat bij jou doen. Kijk, dit als jij... Ja, dat snap ik, maar hoe grab ik? Jij kan niet grabben. Hoezo kan niet grabben? Dus je liegt, hè? Je liegt en je bedriegt. Nee, wel, je kan deze hier. De... Oh. Ja. Ja! Het is gelukt! Dit is dus waar Black Canary goed in is. Grapples, weet je. Hier! Oh, nee, kut. Ik dacht dat ik hier heb. Dit is ook goed in. Bam! Kom op! Oeh! Wie is die Black Beetle eigenlijk? Ik ken die hele Blue Beetle. Bam! Ik heb je weer! Lekker! Zo leuk is dat. Dat is... Dat panzer wat hij aan heeft is een soort van ancient battle armor. Genaamd de Scarab. Ja. En dat maakt hem awesome. En eigenlijk lijkt hij qua character hier in deze game lijkt hij heel veel op Cyborg. Enorm zelfs. Ook qua moves en zo. Maar in welke comic zit hij? Welke serie? Hij heeft gewoon zijn eigen. Hij heeft zijn eigen. Volgens mij is hij ook gewoon een deel van de Justice League, whatever. Oké. Maar ik heb ook nog nooit wat van hem gelezen. Ik weet alleen... Oh ja, hij zit ook in die tekenfilm serie. Hoe heet dat ook weer? Oeh! Dat was een leuke move, heb je die? Voelde je die? Ik voelde hem zeker. Oh, dit deed jij per ongeluk. Wat grappig. Dit is een clash. En wat is dit? Dan moet je eigenlijk... bepalen hoeveel power je inzet voor. En dan gaat het bij mij helft af of bij jou komt erbij. Als je het gewonnen hebt. Het is een beetje een gokspelletje. Wat raar. Waar gaan we nou weer over? Of een tattoo. Oh ja, die tattoo. Nou, ik weet niet of mensen hem daar kunnen zien, maar. Wat staat daar? Er staat iets in het Japans. Ja, dat kan ik niet lezen. Nou, het staat er precies. Dat is wat er staat. Hier staat iets in het Japans. Dat wel dat je hem kon waarderen. Dat is vet, ja. Ja. Het komt ook omdat ik vind Japanse tekens vind ik gewoon echt prachtig. Ja. Yeah. En ik wilde een Japanse tattoo, maar ik wilde niet van die bullshit van hero of love of strength. Ja, inderdaad. Of de strength. Ik zou wel altijd willen hebben van de power in life haal je uit je piemel. Dat lijkt me vet. Ik ken een Japanner, dus als je dat vertaald wil hebben, dan regelen we dat. Dat is wel... gewoon piemel gewoon. Piemel, kan prima. Gewoon piemel in het Japans. Ja. Het woord piemel kan dan weer niet. Oh. Dan wordt het gewoon penis of... Ja, dat is wel jammer inderdaad. Ja. Het moet wel specifiek piemel zijn. Ja, dat kan je niet vertalen. Please do Captain Cold, zegt Xigliox. Mensen zijn heel... Het is al het tweede bedsignaal op je voorhoofd. Het is al het tweede verzoek dat we hebben gekregen voor Nintendo tattoo op je been. Had jij niet een Nintendo tattoo? Ja, zeker. Ja, maar niet jij. Die heeft inderdaad een enorme Nintendo logo. Is het iets om Injustice Gods Among Us te spelen als voorproefje? Of kun je best gewoon meteen deze shit spelen? Underwear killer. ik zou gewoon meteen hier, ik zou gewoon deze gewoon meteen doen. Deze is beter dan de eerste? Ja, op alle fronten is deze beter dan de eerste. Echt een goede vooruitgang. En dat is ook mooi, want ik heb een aantal sequels gespeeld waarvan ik dacht van, zoals Mass Effect, waarvan je dacht, jezus, had je nu even niet je best kunnen doen om iets beter te maken dan de vorige? Ja, ik weet niet of where the fuck... Dat misgegaan is dat. Ik wel. Geen idee. Dat was bij de haast, denk ik. Ja, dat kan niet anders. Ik vind zo'n aardsgewaai ook wel bij Wouter passen, zegt heel gaaf. Die zijn sexy. Ik wil echt niet hier, Captain Cold. Ik neem Captain Cold wel even, want mensen willen dat. Ik ben heel slecht in trouwens, dan is er nog maar level 2 zoals je ziet. Nauwelijks mee gespeeld. Ik weet niet eens wie Captain Cold. Ik ken echt heel veel van deze characters niet. Heb je de Flash niet gekend? Deze ken ik wel, ja, natuurlijk wel.
Heb je de Flash niet gekeken? Ja, wel heb ik gekeken. Die ja. serie, ja? Op een gegeven moment komt, wordt Captain Cold ook een belangrijke vijand in de Flash. En Gorilla Grodd ook trouwens. Wat, in de serie? Je lult. Nee, echt. Ze hebben gewoon een CGI gorilla erin zitten. Niet? Ja. In seizoen 3? Nee, 2 volgens mij. 2 al, oké. Of misschien al in 1. Nee, in 1 zeker niet. Nee, dan had ik het wel had ik toch wel onthouden dit. Jongen. Volgens mij is dat het in 1 al. Gorilla Grodd. Nee, volgens mij niet. Of er wordt aan gerefereerd. Black Adam. Of het volgens mij eindigt seizoen 2 echt letterlijk met dat die gorilla eruit stond. Maar ik weet het niet meer. Oh, dat zal ook wel een dikke spoiler zijn. Ik weet het niet meer. Anyway. In season 1 wordt er wel naar gehint, zegt Underworld Killer. Je hebt gelijk. Wat? Oh. Ja, naar gehint zeg ik. Dat zei ik toch ook? Ja, ja, je hebt gelijk. Ja, nee, oké. Okay. Ik ben niet gewend hè, dat je dat gewoon uit je bek als je bakjes krijgt. Iets over superhelden. Nee, dat is lastig. In de sewers. Ja, oké. Okay. Nou, dan zit hij in seizoen 2. Nou, dat is toch nog een reden om verder te kijken. Toch? Yes, ik ga dat doen. Alleen, Captain Cold wordt echt door een fucking sukkel gespeeld. Die gast uit Prism. Dat moet je niet opdrukken. Doe maar op rondje drukken. Dat doet hij niet. Oh. Ja, dan nog een keer op. Enter, next. Share. Nog een keer op share, denk ik. Waar zit mijn share button? Nee, hier. Oh. Wat een onlogische plek voor die troep. Hier, ik kan je krijgen. Oeh. Ik vind het toch wel een dope spel hoor. Ja, hè? Ja. Dan ga ik het ook gewoon even een keer spelen. Ja. Gewoon een laag beginnen. Moet je het wel hebben. Ja, dat regelen we wel. Oh, jij gooide naar mij. Ik wou er van afspringen. Hé, verdomme. Oh jee. Oh oh. Miss! Crap! It's a crap! Oh ja, wacht. Deze heeft ook nog hele vage moves, als in die kan een soort van kou front creëren. Hier, en dit ook. Bam! Fucking de ijsberg op je hoofd, en je hoofd werd ook een beetje wit. En hij kan inderdaad niet ook weer het kou front creëren. Nee, niet zo. Nee, ook niet zo. Vind jij niet trouwens dat die DC characters ook een beetje een soort van prutselige versies zijn van Marvel characters? Nou, het is ook wel eens andersom zo. Hè? Ja, dit is waar. Batman is Batman natuurlijk. Ja, Batman is een sterke character. Eigenlijk is Iron Man een soort van veredelde Batman. Ja, dat is zo zou je kunnen zeggen. Maar er zijn dan best. Ze hebben ze alleen van elkaar constant. Crap. En soms is DC eerder, soms is Marvel eerder met een cool character. Zoals bijvoorbeeld Deadpool. Ja. Gewoon een keiharde rip-off van Deathstroke. Ja, soort van. Alleen ja. Dan eentje met een leuk idee erachter in plaats van een kut idee. Want eigenlijk Deathstroke is een normale saaie mercenary. En Deadpool is gewoon een fucking psycho mercenary. Met de vierde muur doorbreken en waar iedereen fucking fan van is geworden. En terecht. Kan je zo Deathstroke showen? Ja, dat zou ik graag doen, maar en helaas terecht. Zit Deathstroke er niet in. Deathshot wel. Staat de Flash op Netflix? Jazeker. Is dat zo, ja? Ja. Oh, cool. Deathshot is dus de dude uit de Suicide Squad. Deathstroke is de gast uit de Arrow serie. Dit klopt. Waarom zit Goku niet in deze game? Dan kan ik mijn eigen Goku versus Superman maken. Ja, dat is jammer. Deadshot dan. Oké. Okay. Ik wil wel even. Ga jij met Deadshot of ga ik met Deadshot? Ga jij maar met Deadshot. Oké. Okay. Daar was ik net ook al mee. En die kan mooi schieten. Oh, deze vind ik ook vet hoor. Check hem. Check hoe die transformeert. Atrocities. Ja, yeah. Check hoe die transformeert. Bam. Wauw, dope. Het is wel redelijk metal toch? Of niet? Jij hebt verstand van metal. Ja, het is wel redelijk met hoor. Het is wel meer gore dan dat het... Ja, gore, ja, precies. Dan dat het Slipknot is. Ja, precies. Ja, die is ook wel metal. Die is heel metal. Ja, bro. Die vind ik dope. Over metal gesproken. Oh, de Flash staat niet op Netflix. Jawel toch? Ja, dat dacht ik ook. Ik heb in ieder geval daar gekeken. Deadshot is ouder dan Suicide Squad. Nee, oké, okay, sorry. Steve Hyrule, je hebt helemaal gelijk. Maar even om weet je, de link te maken met mensen die Suicide Squad hebben gekeken op de Amerikaanse Netflix.
Ik dacht ook. Ik dacht ook opeens wel dat hij wel alleen het eerste seizoen of zo. Oh, dat zou kunnen. Arrow staat wel op Netflix. Dat weet ik vrij wel zeker. Maar inderdaad, je hebt gelijk. Will Smith's versie is natuurlijk niet de. Maar dat is wel de versie die inmiddels iedereen kent. Net zoals dat Harley Quinn, als je naar fucking beurzen gaat, dan zie je altijd de Suicide Squad versie van Harley Quinn. Terwijl Harley Quinn is gewoon in de animated serie van Batman, is hij verzonnen. Oh ja? Ja. Wat doe je nou? Nou, hoe heet die gast ook alweer? Dit vind ik een poppy character trouwens om mee te spelen. Ja? Ja. Nee, die gaat het weer. In ieder geval, Harley Quinn is een character dat verzonnen is door de Batman die hebben in de serie. Dat wist ik niet. En die was al voor de comics. Tenminste, later kwam die in de comics. Hoe heet die gast ook weer die verzonnen heeft? Die volg ik ook op Twitter. Dat is sowieso een baas die een van de beste afleveringen van de Batman die hebben in de serie ooit heeft geschreven over Mr. Freeze. Die. Zo'n vrouwtje verliest en die een heel tragisch verhaal is. Super vet verhaal. Als je één aflevering van Batman die animated serie moet kijken, dan is het wel die. Okay. Hard of Cold heet het. Okay. Cold of Hard. Big Hard. Je moet allemaal dingen onthouden, hè. Zal ik je even naar een ander niveau van het level mappen? Dat is wel altijd gezellig. Okay. Oh, nee. Ach, dat was. Ah, kut van die. Nu kan het wel. Ik heb nog geen één level transition gedaan, dat heb ik nog niet aan de mensen laten zien. Ah, kut! Oh, hier zit er niet één. Nou, fuck. Oh, je hebt mij nog wel even gepakt. Oh, ja, één. Oh, één. God, almachtig. Is de voice actress van Harley in Injustice 2 ook niet de voice... Ja, zeker de voice actress van Harley, de animated serie Tara Strong. Ik weet dat het dezelfde actrice is, maar is het Tara Strong? Want die is inmiddels. Dat is, ja, zou kunnen. Wouter, welk Marvel character zou je het liefst willen spelen in een fighter game? In een fighter game? Ja. Nou ja, ik weet het niet. Nou, Marvel character? Er zijn toch zat Marvel fighter games? Ja, je hebt Marvel vs. Capcom, ja. Die waren heel vet vond trouwens. Ja. Maar ik kon er geen fuck van, want ik ben heel erg slecht in Japanse fighters. Oh, dat heb ik dan wel in de hoofd. Spider-Man eigenlijk gewoon, hè. Maar dat kan gewoon in Marvel vs. Capcom. En anders... misschien... Ja, dat is een goede vraag. Mm. Ik heb ook al heel lang in mijn leven, veel te veel tijd in mijn leven verspild aan het nadenken over wat mijn favoriete Marvel character is. En ik kom nooit verder dan Spider-Man, omdat ik ermee opgegroeid ben. En hij is een baas en hij is vrolijk en hij heeft puberproblemen. Dat is ook leuk. Ja. Maar uiteindelijk is hij toch veel te vrolijk voor mij. Ja, Hulk vind ik leuk. De Hulk is ook leuk. Ja, of Red Hulk. Dat is die general, toch? Ja, zoiets. En Iron Man, daar heb ik eigenlijk niet zoveel mee. Daar heb ik weinig comics van gelezen. En ik vind heel veel X-Men vind ik ook vet. Ja, eens. Helaas, de films niet. Nee, welke films niet? Allemaal niet? Allemaal niet. Klaar niet? Ik vond alleen Logan ook goed. Ja, Logan was ook echt fucking vet. Maar ik vind de eerste twee X-Men van ook wel vet. En First Class was ook wel oké. Nee, sorry. Nee, vind je nee, niet was okay? Echt anders. Oh, of tenminste niet goed. Zo. Ja, dat is hetzelfde meer. Of tenminste, dat is blijkbaar. Maar, ik ga wel van hem. Bryan Singer is ook een beetje een regisseur. Waarom? Ja, enorm meh. Oeh. Je hebt echt controle aan het mishandelen. Ja, hij kreunt het uit van de ellende. Fuck. Daar, weer! Nu krijg je er voor langs. Bam. Weer! Bam. Klats. Bam. Dan ga je jezelf slaan. Ah,
die animaties zijn dope hoor. Ja toch? Heel dope. Ik vind Gorilla Grodd is niet, een heel vet character, maar ik vind hem wel dat hij vet geanimeerd is. Ik ben wel blij van hoe hij eruit ziet. En ik ben van de moves allemaal weer vergeten, merk ik. Oh ja, nu kan ik andere dingen. Oh ja, dit. Bam, bam. Haha, slaat hij zichzelf. Kom op! Dat is frustrerend, man. Nee, Dennis, dat gaat niet gebeuren. Ik vind Archangel ook altijd wel vet. Volgens mij zit die niet in. Ja, Archangel is heel vet, want die wordt ook nog eens een super bad guy. Een ruiter van de apocalypse. En dan krijgt die, dan worden zijn vleugels eraf gehakt en krijgt die ijzeren badass vleugels voor hun plaats. En op dat moment is hij echt badass. Ja. Maar dat gebeurt ook in... Vermoord hij bijna zijn eigen vrouw. Oh ja. Psylocke. Is dat waar? Ik heb die comics nog gelezen. Ik weet alleen het verhaal van de referentie. Ja. Psylocke. Oh, Psylocke. Psylocke. Ik zei altijd Psylocke. Ik weet niet hoe je het uitspreekt. Volgens mij Psylocke. Ja. Maar ja, zij zat in die fucking de slechtste X-Men films tot nu toe, X-Men Apocalypse, dat ik echt zo fucking poep vond dat ik er gewoon heel erg boos van werd. Ja, dat snap ik heel goed, want dat is een hele vette character. Ja, Apocalypse was de beste bad guy. Toen de eerste X-Men film uitkwam, of nee, de tweede, toen hoopte ik dat Apocalypse de bad guy zou zijn in de tweede X-Men film. En toen was het uiteindelijk de government weer voor de zoveelste keer. Ja, ja. Dus best wel fucking jammer. Apocalypse is slecht, man. Ja man, wat is kut Apocalypse. Gewoon sowieso een pokkenfilm. Ja, echt heel zagrijnig van geworden. En ook Psylocke, het is de eerste optreden van Psylocke. Ja. En die hebben ze ook gewoon verneukt. Hoewel het best wel een lekkere actrice is, Olivia Munn. Ja. En ze zag er ook best wel vet uit. Maar wat dat zou je nou te brokkelen. Eens. Niemand had wat te doen in die film. Iedereen stond er maar een beetje. Zei van, hoi, ik ben een X-Man. Ik heb powers. En ik heb totaal geen invloed op het plot. Want het plot is sex. Ik krijg weer een halve tier. Ja, doe maar niet. It never happened, oké? Okay? Nee, it never happened. En nu, nu komt die Phoenix film. Dat wordt de eerst volgende X-Men film. Echt waar? Ja. Wie hebben ze daarvoor gecast? Nog niemand. Het is alleen, komt in 2019 of zo. Er komen level 3 X-Men films in 2019. Wauw. Daar zou jij wel weer blij mee zijn, want het is allemaal weer Fox. Nee, daar ben ik helemaal niet blij mee. Fox is vannacht op de film, man. Nee, no. Maar goed, aan de andere kant, ze hebben geleerd van Logan en van Deadpool. Dus ze gaan het wel anders doen. Daar kan je het niet op innemen. Het mooie is van als zij... Die Gambit film moet er toch ook nog aankomen? Ja, ik voel mij is die soort van half gecanceld. Of in ieder geval nog geen release dat. Dinges is er mee gekapt. Channing Tatum had zoiets van, weet je wat, laat me zitten. Channing my Tatum, ja. Yeah. Ja, en dat is ook wel geen goed teken natuurlijk. Dus daar gaat het ook niet heel lekker mee. Hey, dit is Martin. Hey jongen. Ja, dat heb ik zeker. Heel graag. Ja. Ik voel je. Dat mag. Martin! Ik weet nog niet eens iets. Doe iets! Hier, daar komt hij hoor, deze is leuk. Ja, hier zo. Ja, die is vet zeg. Oh, hij is er al. Is hij er al? Briljant! Klats! Tegen zichzelf aan. Dit is, eigenlijk dat, is, dat is echt een. Die is echt vet. Dit is echt vet. Eigenlijk is dat gewoon een heel. Een samenvatting van 10 seconden van de hele fucking superheld universum overal. Eens. Everywhere. Woo! Ja, dope. Jij mag. Doe. Sorry dat hij wat zweterig is. Lekker. Oké, dag. Dag mensen. Later. Een potje productief zitten wezen. Ik denk ook dat we nog één potje. Dat ik jou nog even ga slaan. En dat we dan ook mee ophouden. Ja. Maar ik vind het een goed idee. Ik vind het wel leuk dat ik jou ook nog even mag. Ja, zo hoort dat. Mag bevechten. Heb je iedereen even gehad? Jij bent wel iets beter dan. Jij hebt al vooral een soort van oefening. Ik heb de game al niet gekregen. Nee, ik snap ook niet wat er gebeurd is. Anne Maria. Ja, wat gebeurt hier? Waarom hebben wij de game al niet, Anne Maria? Nee. Oh, ik ben nog niet met Atrocitus geweest. Atrocitus. Ik neem wel Robin. Ja, oh ja, dat was je. Oké. Is goed. Dat was je wel best wel. Ik ben nog onverslagen tijdens deze stream. Dat zal denk ik ook zo blijven.
Denk je dat? Ja, ik denk het wel. Trouwens, het is niet mijn. Ik ben niet heel goed in of zo. Ik weet zijn moves, maar voor de rest ook niet meer. Okay. Howdy fellas, lang geleden dat ik bij een push-stream was. Howdy! Adets Platinum Games. Leuk dat je weer terug bent naar Adets. Wow, wat is er met zijn arm, joh? Wie? Trouwens, het is. Dat is een hele dikke arm. Zit een poes op. Oh ja, dat sowieso. Hoppa, ga je lekker? Ik kom net binnen, man. Meteen 6 hits voor me. Hier, ik kots even op. Ja. En dit vind ik ook leuk. Dit vind ik ook leuk. Bam! Bam, bam, lekker. Stambeeld op jou. Dude! Ah, maar die is heel indrukwekkend allemaal, die move. Maar uiteindelijk... Oh! Uiteindelijk stelt het qua schade. Ik moet zelf nog even kijken hoe de moves gaan, man. Ja, oké, sorry. Ik hou mijn poes er even bij. Zo. Ja, dus gooi ik dingen. Wauw. Wauw. Hier, hier, mijn poes gaat je pakken. Ik kast over je heen. Ik heb je misschien 2 keer geraakt. Ja. Hoeveel heb je gespeeld van dit weekend? Ik heb dit weekend redelijk wat gespeeld, moet ik eerlijk zeggen. Ik kan je wel straks even laten zien wat voor vette characters ik allemaal heb. Dat is al best. Hup, kotsen even in de schoen en mis. Goed, Leuk, hè? Bam, bam! Kots! Maar hij heeft geen echte afstand moves. Dus dat weet je wel, deze. Maar ik mis altijd dan die follower. Oh, wacht, dan gaan we even. Nee. Overmeen! Ja! Oh! Motherfucker! Je krijgt altijd extra, dikke extra credits voor een super move finish. Hard in de fik. Heeft die gast gegeten, man? Ja, ik niks Mexicaans. De Sloppy Joe's en de van Ben op. Dit is ook hier, man. Jezus, dit is echt typisch als je nog potje. Iets pittigs hebt gegeten. Maar ja, I've grown attached to this one. Oh, dat is een heel gesprek gaande. Het was even stil in de chat, maar het is... gaat het helemaal los. Ja. Die game ziet er verrassend goed uit voor NRS hater camp cop lover als ik. Vet ziet het uit, hè, Dead Planet Games. Ik vind het echt super mooi. Qua gezichtsanimaties, qua licht- en donker effecten, qua alles gewoon. Alles? Nou ja, sommige animaties kunnen wel wat beter. Dat is een beetje typisch... Die gezichtsanimaties zijn zo mooi, man. Ja, maar die kunnen niet beter, nee. Dat is echt... Ik hoop dat veel mensen hier naar kijken. Stel voor als deze gezichtsanimaties en drummer hadden gezeten... Oh. Dan had ik die game al 10 keer vetter gevonden. Nog vetter. Ik heb nog nooit met Joker gezien, gespeeld, zie je? Ja, level 1. Ja, en nee, ook zonder progressie. Ik ga naar... Oh, ik ben nog niet met haar geweest. Waarom neem je dan niet Joker? Omdat ik het grappig vind dat ik nog steeds niet met haar gespeeld heb. Boom, bam, recht in mijn giegel. Wonder Woman is awesome trouwens. Ik ben fan van Wonder Woman. En die film schijnt ook best wel awesome te zijn. Ja, oh. Weet je wie ook in Wonder Woman zit? En waar we misschien een interview mee moeten doen. En dat moet ik zeker weten mee. Spine? Dat is een kroeg. Zit in Wonder Woman? Zit in fucking Wonder Woman. Is zij een van die Amazones? Ja. Echt? Ja. Fuck. Gaan we een interview? Ik denk dat ze geen stem heeft. Of, dat ze geen blauwe heeft. Maakt niet uit, ze zit in de film. Daarom een goede smoes voor ons om haar te gaan interviewen. Ja, absoluut. Ja. Dat is echt fantastisch. Elke smoes om Duitse Kroes te interviewen is een goede. Wat een dame is dat. Ja, heel mooi. En mijn Nederland trots, hè? Bam. En heel mooi. Ja, ook dat. Ja. Maar zij speelde toch ook in een van de Nederlandse films over boten of zo? Ja, die Arnie film. Arnie film, ja. Arnie film, niemand. Hij is echt 100 jaar geleden was die Arnie. Ja, hij blijft altijd Arnie. Arme jongen, hè? Nou, niet arm, nee, absoluut niet. Dat is een dikkie, je hebt je huis gezien in Los Angeles. Tering Jantje. Heb je zo'n huis gezien in Los Angeles? Ja. Waarom? Heb je dat nog nooit gezien? Nee. Die is op zoek op de Googles. Tering Jantje. Oh, je hebt hem op de Googles. Ja, maar even kijken. Kijk. Wonder Woman! Kijk, Harley Quinn heeft daar... Mam. Oeh.
Oh. En spam! Helaas. Nee, niet de hondjes. Tekken, ik hoor toch wel vaak de naam Tekken langskomen. Tekken is lekker. Die Tekken krijgen we eind deze week. En dan zijn we wil ik er niet. Dus oh. Kunnen we niet Tekken spelen, maar we krijgen hem wel. Oké, maar kunnen we dan niet beter naar de desbetreffende reviewer op? Nee. Weet je, ik kan hier toch beter gaan wachten. Gewoon lekker op ons bureau. Waar ik thuis zit om niks te doen. Ja, dat is inderdaad weer. Dat is wel... maar... Oh, wacht, ik word gebeld. Een heel belangrijk tip. Oh, fuck. Nou ja, dan lijkt me een goede manier om ook te eindigen met deze stream. Ik vond het verdopt leuk, want ik heb in mijn ogen slagen gebleven. En dat is ook wel terecht, want ik heb 40 uur in die game gestopt. Het zou heel erg embarrassing zijn als ik van iemand had verloren hier op de redactie. Ik zou het wel leuk vinden als iedereen een beetje ging oefenen, zodat we wat meer tegenstand hebben. Of zodat ik wat meer tegenstand heb. Maar tot die tijd vermaak ik me prima met het kapotstampen van mijn collega's. Ik hoop dat jullie er ook van genoten hebben. Injustice 2 gaat halen. Ik weet dat Tekken 7 misschien wel de betere... Nou, nee, ik denk eigenlijk niet. Dat... Voor mij persoonlijk is Tekken 7 kan onmogelijk de betere fighting game worden. Maar dat komt omdat ik beter ben in westerse fighting games dan in Japanse fighting games. Ik snap niet helemaal wat ze van willen, die Japanse fighting games. Ik vind dit echt een fantastische game. Als alles opzicht is hij beter dan deel 1. En deel 1 vond ik al fucking vet. En ik vind deze serie gewoon beter dan Mortal Kombat ook gewoon. Nou is dat natuurlijk een beetje een oneerlijke vergelijking. Want hiervan zijn er maar 2 en Mortal Kombat zijn er fucking 12 of zo. Maar toch, ik vind dit een betere serie dan Mortal Kombat. En ik vreug me nu al op deel 2. En ik vreug me nu al op de DLC-characters die eraan komen. En om die te gaan levelen. En ik ben hyped. Anyway, dankjewel voor het kijken. We gaan vast wel een keer weer streamen. Sterker nog, we willen veel meer gaan streamen nu we op onze nieuwe plek op de redactie zitten, want binnenkort komen de PC's aan en dan gaan we een manier uitvinden, of die boy daar, regisseur, die gaat een manier uitvinden, zodat we allemaal super makkelijk kunnen switchen naar een stream en zodat we allemaal zijn zin hebben meteen kunnen streamen en dat lijkt me vet. Dus, tot die tijd, zien jullie volgende keer. Later!